Dan komen we na de prachtige uitreiking, maar ook een beetje in het kader van educatie, waar we het er straks in de bus over hadden, ja. Bij het jongste jurylid. Ja, het jongste jurylid en Molenaar. En Molenaar. Ook Molenaar? Ook Molenaar. Ik ben mij erbij gevraagd om het aspect van molens wat te bekijken in de inzendingen. En om mijn molenhart te laten spreken over de inzendingen die er gedaan zijn. Wat is jou de afgelopen maanden opgevallen van alle molens die zich hebben aangemeld? En wat heeft deze molen specifiek bijgedragen om de prijs te winnen? Ik denk de promotie. Dus ontzettend veel. Ik zag op internet heel veel stukjes voorbij komen van stem op deze molen. En voornamelijk op de Admiraal ook. Op Facebook zag ik berichtjes voorbij komen. Wij willen die prijs winnen. En ik hoorde dat ze net bij de Pons hebben staan flyeren. Ik denk dat er een ontzettende campagne is gevoerd om de molens te laten winnen. Maar dat geldt voor meerdere molens, hoor. Niet alleen voor de Admiraal. Maar ja, deze molen moet toch ergens uitgesprongen hebben? Ik denk het wel. Ik weet niet precies wat het is geweest, maar misschien dat het Amsterdam-Noord toch echt een hele hechte gemeenschap is en dat iedereen het Amsterdam-Noord hierop gestemd heeft. En het is de enige molen in Noord-Holland en Noord-Holland kent heel veel molens. Misschien dat alle Noord-Hollanders massaal op de Admiraal hebben gestemd. Dat zou me niks verbazen. Het is een van de mooiste molens die ik ken, dat durf ik wel gerust te zeggen. De ligging is prachtig in Amsterdam. Het is een Amsterdamse molen. Er stonden natuurlijk vroeger heel veel molens in Amsterdam. Deze staat er gelukkig nog. Het is een bijzondere molen. Het is de enige krijtmolen die we nog hebben in Nederland. Hij maalt krijt sinds een aantal jaar weer. Er zijn er geen enkele andere molen in Nederland meer die dat doet. En ik denk dat het heel belangrijk is, tenminste vanuit mijn molenhart, dat dit soort kennis gewoon overgedragen wordt. Dat het nog gedaan wordt. Het werd vroeger veel meer gedaan en nu is dit de enige molen nog die er is.